welkom bij deze nieuwe aflevering van Hup Bitcoin. We gaan het hebben over prijs, want die prijs die heeft echt gek gedaan. Bijna $24.000 voor 1 Bitcoin. Ongelooflijk, op het einde van 2020. Niemand minder dan Mark van der Zijs gaat de markt duiden. Wat is er aan de hand? Wie zijn de kopers? Hoe werkt dat eigenlijk met een OTC? En hoe gaat het met de miners? Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door bitcoinmeester.nl, knaken.nl en coinmotion.nl. Dat zijn brokers waar jij je bitcoin kan kopen. Wees zuinig op die sats en hodl till you die. Ja Mark, fijn dat je te gast bent bij Hup Bitcoin. Een van de weinige terugkerende gasten, kun je zeggen. Ja, de markt is geëxplodeerd. Hoe heb je die dagen ervaren de afgelopen, 48 uur? We zien de prijs bijna richting de 24.000 ging die vandaag. En nu een beetje consolideren bij 22.500 ongeveer. Hoe heb je het ervaren? Ja, ik had eigenlijk nog niet verwacht. Ik had eigenlijk gedacht dat het nog wel 2 weken zou duren tot nieuwjaar. Mm-hmm. En ja, daarom toen gisteren de prijs door de $20.000 heen ging, ik lag te slapen. Ik werd 's ochtends wakker. En ik had niet eens mijn telefoon gecheckt om te kijken wat Bitcoin deed. Dus ik zag het pas een half uur later. Ik had een half uur zitten werken, e-mails zitten doen. En toen ging ik eens kijken naar de Bitcoin-prijs. En ik dacht van, ik heb wat gemist geloof ik hier. Ja. Dus, maar weet je, dat is natuurlijk fantastisch. Het is echt een validatie van iets waar ik echt in geloof. En wat nu echt gebeurt. En dat is dat de markt echt aan het veranderen is. En dat de institutionele beleggers nu de markt in komen. En ja, dat die ook in blijven stappen boven de $20.000. Ik zelf zie de grens van $20.000 als een psychologische grens. Mm-hmm. Mensen die daarvoor al instapten, de professionele beleggers, ja, dat waren pioniers. Mensen die nu instappen zijn meer early followers. Weet je? Het zijn niet meer de echte pioniers. Het zijn mensen die nog steeds wel wat risico nemen op een bepaalde manier. Mm-hmm. Maar het is ook op een groot deel is het de-risk. Dus er is geen carrière risico meer in ieder geval voor deze mensen. Ja. Die een jaar geleden instapte, die kon zijn baan verliezen als het verkeerd ging. Nu is het zo dat nu kun je zeggen, ja, maar weet je, dit fonds is ingestapt, dat fonds is ingestapt. Dus ja, dan stappen we zelf ook in. Dus het risico om je baan te verliezen door Bitcoin is nu weg boven de $20.000. En dat is denk ik heel belangrijk. Mm-hmm. En dat is een belangrijke reden dat het nu echt gaat beginnen, volgens mij, de echte boeren. Ik denk wel dat een heel groot deel van de transacties van financiële instellingen, dat die niet via de spotmarket gaan. Die gaan OTC, over de counter. Oh ja. Als je naar de spotmarket kijkt, die is wel behoorlijk omhoog gaan. We hadden nog 2 dagen geleden, en gisteren was dat. Gisteren hadden we 70 miljoen omzet volgens mij. 70 miljard omzet. En dat is toch een stuk hoger dan het de afgelopen weken geweest is. Maar ik denk echt dat als grote fondsen instappen, dat ze toch puur via de over-the-counter desks doen. En niet direct via exchanges. Ik weet dat MicroStrategy bijvoorbeeld het wel via exchanges gedaan heeft. Althans, dat zeggen ze. Ja. Maar de meeste echt financiële instellingen die doen dat niet. Die zijn gewend om op een andere manier grote transacties te doen. En ik denk dat ze het hier ook zullen doen. Ja. Kun je dat misschien voor de luisteraars die dat misschien niet kennen. Een OTC is een over-the-counter desk eigenlijk. En dat speelt zich dus af buiten de normale markt. Je hebt het op traditionele markten ook, hè? Dus het heb je ook. Je hebt het voor aandelen ook. Je hebt heel veel OTC-aandelen in Amerika bijvoorbeeld. Meer dan aandelen die op de gewone beurs moeten worden. Maar goed, dat is iets anders. Waar het om gaat hier is dat je hebt een OTC-desk. En wat je doet is, je doet een onboarding proces met hun. Dus je wordt daar een klant. En dan kun je gewoon op elk moment kun je ze bellen of chatten. Meestal gaat het via Messenger. Via een Messenger systeem in ieder geval. En dan zeg je, ik heb 100 bitcoin die ik wil kopen. Kun je met een prijs quoten? Nou, dan zeggen ze, de prijs is $22.000 per bitcoin. En als je dan ja zegt, dan koop je die van hun. En zij zijn verantwoordelijk om die bitcoin voor jou te leveren voor die prijs. Zij gaan dan kijken naar andere partijen die willen verkopen. En ze zijn een soort van market maker dus. Maar ze handelen op eigen risico. Het voordeel is dat je dus op korte termijn een groot hoeveel bitcoin kan kopen. Zonder dat op verschillende exchanges te moeten doen. Kijk, als je, stel je wel 100 bitcoin kopen op dit moment. En je doet op één exchange, dat kan tot prijsfluctuaties zijn. Dat leidt tot prijsfluctuaties. Weet je, dat is gewoon te veel voor de meeste exchanges. Ja. Dus dan moet je op meerdere exchanges doen. Maar dan moet je overal weer onboarding doen. Dat is hartstikke lastig.
En ja, daarom is die OTC-market ontstaan voor we echt groter worden. Ja. En ja, zo werkt het dus. Nou ja, inderdaad. Kijk, de laatste keer dat we een beetje dit euforische gevoel hadden, dat was denk ik in 2017. Kun je misschien toch een beetje de verschillen duiden met dat jaar? Hè? Dat leek toch meer retail te zijn en dit dus inderdaad toch echt het grote geld, kun je zeggen, die dan 1 tot 5% of zo van het vermogen of van een bepaald fonds in Bitcoin steekt? Het grote verschil is inderdaad, het is nu institutioneel en dat was toen met name retail. In 2017 was er nog geen goede custodian voor professionele beleggers. Nee. Je moest je geld zelf op een ledger zetten, of een treasure, of op een exchange laten staan. Maar er waren heel weinig mogelijkheden voor professionele beleggers om in Bitcoin te stappen. Dus wat je nu ziet, nu zijn er in de afgelopen 3-4 jaar is er extreem veel gebeurd. Er zijn veel goede bedrijven bijgekomen. De bedrijven die er in 2017 waren, die zijn veel professioneler geworden. Als je naar Coinbase kijkt, ja, dat was in 2017 een leuk bedrijf, maar dat is nu een echt bedrijf geworden. Ja. Daar durven ook Wall Street firms mee te werken. Ja, ze willen naar de beurs, ja. En ze gaan naar de beurs, ja. Perfecte timing natuurlijk om nu aan te kondigen. Zou je daar aan mee willen doen, of? Nou, weet ik niet. Ik denk wel dat Coinbase een heel groot bedrijf kan worden. Dat is het al natuurlijk, maar nog veel groter dan het nu is. Hmm. Ik denk dat ze een soort van de eerste echte crypto bank kunnen worden. En dat is natuurlijk wel heel waardevol. Ja. Aan de andere kant, ik ben niet zo'n hele grote fan van Coinbase. Het feit dat ze in Amerika zitten, het feit dat ze toch wel heel erg meewerken met de regulators. Het feit dat het bijvoorbeeld hier, waar ik woon in Canada, het is voor Canadezen onmogelijk om Bitcoin te verkopen en dan geld te ontvangen op een Canadese bankrekening. Weet je, dat zijn dingen waar ik denk van dat staat me niet aan. Nee. Ik denk dat het een goede belegging is, maar ik denk zelf dat alleen in Bitcoin beleggen een betere belegging is daar. Ja. Veel sneller omhoog gaat dan Coinbase. Dus ik denk niet dat ik mee zou doen aan die IPO. Ja, goed, dus als je kijkt naar die verschillen 2017-2020, wat we wel weer zien is natuurlijk ook mensen die weer zeggen, het is de tulpenmanie, het is een bubbel, Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Hè. We zagen bijvoorbeeld David Rosenberg, hij is volgens mij ook gevestigd in Canada, in Toronto. En hij gaf aan, goud heeft wel intrinsieke waarde, van goud kunnen we voorspellen wat de voorraad is in de toekomst. Dat lijkt toch vrij hardnekkig, hè? Dat die traditioneel, er is toch nog wel een hardcore. Ja. Nou, weet je, ik zeg al, die mensen hebben hun huiswerk gewoon niet gedaan. Die hebben gewoon niet voldoende tijd besteed aan Bitcoin. Het zijn altijd mensen die, zeg maar, een jaar of 50, 60 zijn minimaal. En die hun hele leven lang in de commodities gezeten hebben, in goud, in zilver, platinum. Die begrijpen gewoon niet dat Bitcoin een nieuwe asset class is. En die begrijpen niet dat de wereld veranderd is de afgelopen jaren. Dus die zitten zo in hun eigen bubbel, zeg maar. In hun eigen groep van mensen die allemaal elkaar napraten. Dat ze gewoon Bitcoin gewoon gemist hebben. En ze proberen nu dan argumenten te geven waarom ze het gemist hebben. En waarom ze er nog steeds niet in geloven. Het feit dat David Rosenberg vanochtend zei dat Bitcoin, dat de market cap zomaar verhoogd kan worden van 21 miljoen Bitcoins naar een ander bedrag, andere hoeveelheid. Hmm. Dat is gewoon belachelijk. Dan kun je iemand niet serieus nemen. Nee. Dat is voor mij echt, dan denk ik van dan weet je hoe. Ik zou nooit mijn geld bij zo iemand neer durven zetten. Of naar de research van iemand luisteren als hij zoiets zegt. Maar het komt gewoon puur door het feit dat ze achtergebleven zijn. Dit soort jongens die snappen Bitcoin niet. En die willen het ook niet snappen, volgens mij. Die begrijpen niet dat computercode ook ook wetmatig kan zijn, dat je het niet zomaar aan kan passen. Het is, maar goed, dat ga je niet veranderen. Ze zullen altijd, net als Peter Schiff, blijven zeggen dat goud beter is. Zelfs als Bitcoin ooit een keer $1 miljoen waard wordt, zullen ze nog blijven zeggen van het is een bubbel. Nou ja, het zal wel. Ik moet er gewoon om lachen eigenlijk, dat is meer niet. Ja. Nou ja, kijk, het is onder andere JP Morgan die zelf zegt dat. Zij zien in ieder geval wel een trendbreuk, hè, een voorzichtige trendbreuk. Dat inderdaad corporates of treasuries gaan dan van gold ETF's naar Bitcoin.
Ja. En is dat denk ik in, is dat een trend dat het komende decennium eigenlijk door gaat zetten? Ik verwacht het wel. Als je kijkt naar de announcement die Ruffer maakte deze week. Mm-hmm. Ruffer, die hebben ruim $700 miljoen geïnvesteerd in Bitcoin de afgelopen tijd. Ja. En het interessante is dat het geld is dat in eerste instantie in goud zat. Dus ze hebben goud verkocht en Bitcoin gekocht. Als dit soort toch wat traditionele fondsen dat doen, denk ik dat heel veel fondsen dat zullen gaan doen in de toekomst. Weet je, het is niet per se nieuw geld dat ze ophalen dat ze gaan investeren in Bitcoin. Mm-hmm. Het is geld dat in andere asset classes zat of zit. En ja, kijk, omdat Bitcoin natuurlijk echt een store of value aan het worden is, een vervanger voor goud, is denk ik goud het eerste wat ze zullen verkopen. En ja, dat zie je dus. En dat zal zo blijven zijn, denk ik, de komende jaren. Ja. Nou ja, we zien natuurlijk MicroStrategy, we zien MassMutual, dat is een vrij grote verzekeraar inderdaad, Ruffer. Het lijkt in eerste instantie toch ook vooral vanuit Amerika en de UK te komen. Hè? Je ziet toch dat misschien in Nederland, Duitsland zijn ze weer iets voorzichtiger. Hoe zou je bijvoorbeeld zo'n Ruffer kunnen karakteriseren, zeg maar, voor een gemiddelde Nederlander? Wat is dat? Is het? Nou ja, een traditionele asset manager, extreem groot. Ja. Ik bedoel, ja, 700 miljoen, dat was gewoon 2,5% van hun asset under management. Ja. Ja, dat zijn extreem grote spelers. Dus stel je bent miljonair je hebt bijvoorbeeld een aantal bedrijven verkocht, dan ga je bijvoorbeeld naar Ruffer toe en dan zeg je van ik wil dat je voor mij gaat beleggen, hè, bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Meestal zijn het family offices waar je geld in stopt. Die beleggen natuurlijk voor jou in bepaalde fondsen. Maar dat kan ook bij Ruffer zijn. Dan als je kijkt naar Nederland en Europa. Ja, je hoort in ieder geval minder dat fondsen investeren in Bitcoin. Het kan ook zijn dat ze het niet naar buiten brengen. Dat is een andere. Kijk, in Amerika is het natuurlijk, wordt er meer over dit soort dingen gepraat, denk ik. Maar. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Dus, het zou kunnen dat Europa gewoon conservatiever is en dat het langer duurt. Ja. Of dat het moeilijker is voor fondsen om wat te mogen beleggen in Bitcoin. Dat zou kunnen, weet ik eigenlijk niet. Ja. Weet je, de regulations, de wetgeving is natuurlijk in Amerika, die is wat duidelijker op dit moment over cryptocurrencies dan in veel andere landen. Dus dat maakt het misschien makkelijker. Ja, want hè, als je inderdaad 2020 is dus echt inderdaad die trendbreuk, merk je in je persoonlijke leven ook vrienden, kennissen, collega's of business partners die bijvoorbeeld ja, pre-coiner zijn, die nog helemaal geen bitcoin hebben en die dus wel vragen van hey Mark, kun je me daar iets over vertellen? Is dat echt sterker geworden? Nou ja, mijn directe vriendenkring heeft iedereen bitcoin, denk ik, ondertussen. Dus okay. Nu 8 jaar lang heb ik ze verteld dat ze moeten kopen. Als ze het nu nog niet hebben, dan zijn ze eigenlijk geen vrienden meer. maar als ik kijk ja, om me heen, andere mensen zeg maar, die ik ken uit business settings, ja, die bekomen wel met vragen nu inderdaad van ja, hoe kan ik beleggen? En ja, ik stuur ze allemaal naar QBTC toe. Dat is het fonds dat ik zelf opgezet heb een paar jaar geleden, dat is beursgenoteerd. Dat is nu $400 miljoen waard hier, geloof ik. En daar kun je gewoon aandelen in Bitcoin kopen. Dat is het makkelijkste om snel te kunnen kopen. Dat is een beetje zoals Grayscale, of? Ja, Grayscale. Zeg maar de Canadese versie van Grayscale. We hebben dat min of meer gekopieerd. Alleen wat we gedaan hebben is dat bij ons kun je uitstappen en je Bitcoin krijgen. 1 keer per jaar. Grayscale kun je nooit je Bitcoin krijgen. Dus daar kun je alleen maar uitstappen met dollars. Oké. Okay. Fonds heb ik in 2017 opgezet. Eerst dan alleen voor accredited investors, alleen voor mensen die wat meer geld hebben. Mm-hmm. En dat is dit jaar in april naar de beurs gegaan in Canada. En is echt een behoorlijk succes geworden. Heeft het echt heel snel gegroeid. Dit is een makkelijke manier om snel Bitcoin te kunnen kopen. Zonder eerst naar een exchange te moeten gaan. Om daar, om daar een onboarding proces door te gaan. Dat nu weer een paar weken kan duren. KYC, AML, al die dingen, dat hoeft dan niet. Nee. Ik raad iedereen wel aan trouwens om op termijn wel gewoon zelf Bitcoin te kopen. Maar het is meer een manier van als je nu in wil stappen, dan kun je letterlijk binnen een uur en een kwartier kun je Bitcoin hebben. Want zou je ook via een Europese of Nederlandse broker dan bijvoorbeeld een aandeel kunnen kopen in dat fonds? Ik denk wel. Ik heb er nooit naar gekeken eigenlijk. Via de cannabis, deze beurs. Het is op de mainboard van de TSX, de Toronto Stock Exchange, genoteerd.
En ja, dus ik weet ik niet. Ik denk het wel. Ik heb er nou naar gekeken gezegd, maar het zou best kunnen dat je het ook in Nederland kunt kopen. Ja. Ja. Ja, want eigenlijk Grayscale, je ziet dat het keihard groeit. Het zijn dan ook wel steeds meer bedrijven die daar echt voor langere termijn daar een positie in nemen. Hè? Dus inderdaad. Is dat, zolang er geen ETF is, gaat dat voorlopig ook wel door, verwacht je? Ja, absoluut. Dat is, dus voor de meeste mensen is het de enige manier waarop ze Bitcoin echt kunnen kopen, zonder echt te moeten gaan leren over, weet je, waar kun je die dingen kopen? Hoe werkt een exchange? Hoe kun je die dingen opslaan? Weet je, de meeste mensen willen het helemaal niet. Die snappen dat niet. En tot er een ETF komt, is Grayscale een van de beste manieren om snel Bitcoin te kunnen kopen, denk ik. Dus, alleen je betaalt wel een hoge premie. Dus dat is een nadeel. Ja, je betaalt gewoon commissie, beheercommissies en natuurlijk waarschijnlijk een winstcommissie, et cetera. Nee, het is wat je als je Bitcoin nu koopt vandaag bij Grayscale, ik heb niet naar gekeken af. Oh, de premium, maar, ja. Ja, je hebt 20-30% aan premie betaal je extra. Ja. Dus terwijl de Bitcoin zeg maar op zeg maar 23.000 zit, koop je ze daar voor $28.000 of $29.000. Ja. Dat is dus, weet je, je betaalt er veel meer voor dan ze eigenlijk waard zijn op dit moment. Maar dat is gewoon, de prijs die je betaalt om snel Bitcoin te kunnen kopen. Ja. En dat is helemaal niet erg, zolang je het maar kunt verkopen ook met de hoge premie in de toekomst. Maar waar je natuurlijk voor op moet letten is, als er een ETF komt, ja, dan is plotseling die premie weg. Dus dan verlies je plotseling 20% op je aankoop. Dat is wel een risico dus. Dus dan... Dat is een risico, ja. Ja, dus je moet wel, kijk, als ik zou kopen via GBTC, zou ik echt op gaan letten wanneer er een ETF komt. En nou ja, als ik het gevoel krijg dat hij eraan komt, dan zou ik uitstappen. En op een andere manier in Bitcoin beleggen. Ja, dat is misschien ook de reden dat Grayscale of Digital Currency Group zelf niet hard achter een ETF aan zit. Of... Precies, want zij verdienen er veel geld mee. Ja. Het is een ETF gaat in heel veel business kosten. Heel veel business. Ja. Ja. Maar het kan ook zijn dat wij de eerste ETF krijgen, hoor. Dat zij degene zaak zijn die als eerste aan de slag mogen. Omdat zij gewoon de meeste ervaring hebben. En ze hebben ondertussen over 13 miljard in Grayscale zitten. Ja. Dus ja, weet je, dat is wel een grote speler ondertussen geworden. Want feitelijk is dat dan ook een concurrent van jouw fonds in Canada, toch? Ja, nee, uiteraard. Ja. Het is een concurrent. Kijk, in Canada is het voordeel dat mensen die voor hun pensioen moeten beleggen, die kunnen het in ons fonds stoppen. Dat kunnen ze niet in GBTC stoppen. Oh ja. Dus op die manier, dat is een groot deel van het geld komt uit pensioengeld. Mensen die hun pensioen willen beleggen en iets. En die denken, nou, dan gaan we hier ons geld in stoppen. Ja. Dus op die manier is het. Maar voor de rest, ja, voor de meeste mensen zijn we vergelijkbaar. Onze premie is iets lager, omdat wij regelmatig nieuw geld ophalen. En dat direct ook in het fonds ingaat. Bij Grayscale duurt dat 6 maanden. Of 12 maanden zelfs bij Ethereum bijvoorbeeld, geloof ik. Maar goed, het is voor de buitenwereld is het ongeveer hetzelfde. Want denk je dat... kijk, we zien natuurlijk nu heel veel prijsactie. Komt dan een ETF juist dichterbij of juist niet? Hè? Want ik kan me voorstellen dat misschien de toezichthouder denkt van we hebben weer te maken met een bubbel. Of een manipulatie. Ja, ik denk dat toezichthouders dat die beter begrijpen hoe Bitcoin werkt nu het groter wordt. Nu grote bedrijven, grote fondsen instappen. Ik denk dat de bubbel die ze zagen in 2017, waar ze gelijk in hadden uiteraard, achteraf gezien. Dat was echt een bubbel door retail. Wat er nu gebeurt, dit zijn echt professionele beleggers die echt wel nadenken waar ze hun geld in stoppen. Die niet over één nacht ijs gaan en dan rondom je dollar investeren in iets wat ze niet kennen. Dat gebeurt niet. Nee. Dus ik denk dat de kennis bij de SEC veel groter wordt. En dat ook die institutionele beleggers zullen gaan vragen om een ETF. Weet je, tot nu toe was het meer de retail die het wilde hebben. En ik denk dat nu ook instituties het aan willen gaan bieden. En dus meer druk gaan uitoefenen op de SEC om dit toe te staan. Dus ik ben redelijk positief over een ETF. Dat ben ik al heel lang geweest natuurlijk. Maar nog steeds ben ik het. En ik denk door de flinke koersstijging die we gaan krijgen de komende maanden. Dat het... waarschijnlijker wordt dat er een ETF komt. Ja.
Ja, je zegt het inderdaad, de koers stijgt in de komende maanden. Het is gewoon nog niet voorbij, dit. Dit is niet, dit is... Oh nee, dit begint pas. Dit is 20.000 is het begin. Dat is voor mij echt, ik zeg van, daar moesten we doorheen. Mm-hmm. Dan weet je dan, mensen die verkochten onder de 20.000, die begrepen Bitcoin niet. Die dachten van, weet je, het gaat weer naar beneden of zo. Die begrijpen gewoon niet de markt. Wat je nu ziet is, we zijn niet boven de 20. Nu durven fondsen in te stappen die niet in durfden stappen onder de 20. Dat ze gewoon niet echt begrepen hoe de markt in elkaar zit. Nu komt er echt geld als binnen. Nu, er is echt een wall of money, een stortvloed aan geld dat staat te wachten om geïnvesteerd te worden. En dat de komende maanden, denk ik, de markt opkomt. En ja, ik denk echt dat de prijs extreem gaat stijgen de komende maanden. Dit is pas het begin. Ja. Weet je, als je kijkt naar 2016, 2017, je ziet een beetje hetzelfde patroon. Mm-hmm. September, oktober 2016 stond Bitcoin rond de $600 ongeveer. En rond januari 2017 braken we door de $1000. Dus het ging van 600 naar 1000. Ja. Dus het werd maar verdubbeld ongeveer. Iets minder dan verdubbeld. Nou, dat zie je nu ook. Van september, oktober tot nu is de prijs ook meer dan verdubbeld zelfs ondertussen. Nou, en daarnaast zag je in 2017 dat de prijs is van $1000 in begin januari naar $20.000 in december ging. Dus 20 keer omhoog. Nou, dat was natuurlijk een hele grote bubbel die erin zat, die niet gerechtvaardigd was. Maar ik denk dat zonder die bubbel dat Bitcoin toch al minimaal een $8000 tot $10.000 waard had moeten zijn eind van dat jaar. Dat was de fair market value geweest. Mm-hmm. Dus Bitcoin is vanaf januari 2017 tot december ongeveer had het 8 tot 10 keer omhoog moeten gaan. Als dat nu weer gebeurt, dit jaar, dan zit je dus, we zijn met 20.000 begonnen, zeg maar. Of we gaan met 20.000 beginnen, begin volgend jaar. Ja, 8 keer omhoog, dan zit je op $160.000 volgend jaar. Eind van dit jaar, eind 2021. Dan hebben we toch, Jan, volgens mij gaat dat gebeuren. Hebben we toch jouw voorspelling hebben we dan toch geraakt. Nou ja, ik hoop dat het uitkomt. Ik denk dat het, ik geloof er zelf in. Ik heb... Ja, ruim 3 jaar geleden al gezegd, in 2021 gaan we $150.000 halen. En daar geloof ik nog steeds in. Dus weet je, het is altijd heel lastig om je voorspellingen te timen. Maar ja, ik weet gewoon zeker dat die 150 gaan halen. En het kan best een paar maanden later zijn. Maar het kan ook best een paar maanden eerder zijn trouwens. Maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Alle lichten staan groen wat mij betreft. Alles wat nodig is om naar de 150 te komen, $150.000 per coin... Dat is nu aanwezig. En dat, ik zie het. Of er moet iets heel extreems gebeuren in de markt. Maar anders is het voor mij vrijwel zeker dat we daar naartoe gaan op termijn. Ja, het is misschien wel een verrangende conclusie dat corona ervoor gezorgd heeft dat de prijs van Bitcoin aan het stijgen is, toch? Daar is toch wel een link tussen te leggen. Ja, nou, uiteraard. Kijk, wat je ziet is dat de overheden gewoon veel te veel geld... bijgedrukt hebben of in ieder geval krediet gecreëerd hebben, is officieel, maar laten we zeggen geld bijgedrukt hebben. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon niet meer, dat krediet is niet meer terug te betalen. En daar moet iets gebeuren. En dat kan inflatie zijn. Weet je, de conclusie is voor veel mensen, denk ik, dat fiat currencies, dus de euro en dollar, op lange termijn gewoon niet houdbaar zijn op deze manier. Daar moet iets gaan gebeuren. Ja. En dan moet je dus een andere store of value hebben. En dat is heel lang goud geweest. Maar dat is nu langzaam Bitcoin aan het worden. En inderdaad, COVID heeft daarbij geholpen, denk ik. Zonder COVID had het misschien langer geduurd. Aan de andere kant, institutionele beleggers waren sowieso ingestapt. Weet je, dat is niet door COVID gekomen. Nee. Dus het heeft wellicht iets versneld. Maar ja, uiteindelijk was het al gebeurd. Ook zonder COVID. Ja, wel misschien heel even uitleggen voor de luisteraar van... Waarom gaan die grote partijen, hè? Bijvoorbeeld een verzekeraar zoals MassMutual, volgens mij is dat uit 1851 uit Massachusetts, waarom gaat zo'n vrij traditioneel bedrijf, organisatie, gaan die inderdaad $100 miljoen in Bitcoin steken? Hè? Dan valt al snel het woord inflatie ook, of een hedge. Zij zien ook in dat de dollar een risico begint te worden. Weet je, de dollar was altijd heel relatief waardevast. En je kon ook goed in staatsobligaties beleggen en dan leuk rendement halen. Ja, die optie is eigenlijk weg nu. Weet je, de rendementen zijn nul of negatief in sommige landen. Ja, weet je, dat betekent als je geld in dollars laat staan,
is het risico daar dat het aan het eind van het jaar gewoon minder geld waard is. En dan zie je tegelijkertijd dat er een nieuwe asset class opkomt. In dit geval Bitcoin. Ja, en dat is dan iets waar ze naar kijken en waar ze dan een klein deel van hun vermogen in stoppen. Kijk, $100 miljoen lijkt heel veel geld, maar voor hun is dat echt een heel klein percentage van hun bedrijf. Ik weet niet wat de grootte van Mass Mutual is, maar ja, dat is tientallen miljarden misschien wel meer. Dus echt, het is een heel klein percentage. En ja, daar beginnen ze mee. Maar ja, dan zie je natuurlijk als zij dan die 100 miljoen verdubbelen in 2-3 maanden, ja, dat ze toch gaan kijken van, hey, dat is interessant, laten we er meer in stoppen. Ja. En andere maatschappijen zien het ook en die denken van, hey, Mass Mutual heeft 100 in gezet. Zij doen het zo goed dat, ja, we willen niet achterblijven. Er stopt er ook wat in. En zo krijg je een soort van vliegwiel dat steeds sneller gaat lopen. Ja. Ja, en even misschien dat marktmechanisme uitleggen. Hè? Dus al die partijen die kopen via OTC in. Dus eigenlijk kun je zeggen, ja, de supply van Bitcoin droogt in ieder geval op die OTC-markt op. En dat heeft dan toch ook effecten op die exchanges. Hè? Want die hebben dan minder Bitcoin. Ja, natuurlijk. Kijk wat er gebeurt. Die OTC-desks, die kopen soms ook op exchanges. Die kopen van meerdere exchanges kopen ze coins op om een order te kunnen voldoen. Dus er is wel een indirect effect op de exchanges. Maar ja, inderdaad, kijk, op dit moment wat je ziet is dat toen Bitcoin door de 20.000 heen brak, niemand wilde meer verkopen. Daardoor ging het meteen door naar $23.000. Ja. Weet je, dat droogt meteen compleet op. Nu daalt het iets. Nu denken mensen, oké, ik neem wat winst. Maar ja, er komt binnenkort weer een tweede golf aan. Dan stijgt het naar, weet ik wat, $28.000 of $30.000. En daarna gaat er iets naar beneden. Weet je, dit is zo'n golfbeweging. Want mensen willen niet verkopen als het omhoog gaat, als het omhoog gaat. En de retail players die verkochten de afgelopen tijd, dat waren gewoon mensen die niet begrepen van waar deze markt heen gaat. Die dachten van, nou, hij breekt nooit door de $20.000 heen. Ja, nu is het wel gebeurd. Dus de coins die ze nog wel hebben, ja, die zullen ze minder snel gaan verkopen, denk ik. Dus het is puur die schaarste die tot hogere prijzen gaat leiden. Ja, sommigen hebben het ook over een soort psychologische. Er is bij een aantal mensen echt een schakel omgegaan. Hè? Dus in de zin van, ze willen ook niet meer omwisselen in dollars of euro's. Dus klopt. Nou ja, kijk, dus zolang je het geld niet nodig hebt, zou ik het in Bitcoin houden. Ik bedoel, het is een store of value. En ik, ja, wat er ook gebeurt, ik denk dat Bitcoin gewoon alleen maar meer geld waard gaat worden. Weet je, hoe hoger de prijs wordt, hoe meer grote instellingen instappen. En BlackRock bijvoorbeeld, ja, weet je, die stappen niet in tot Bitcoin, nou ja, misschien de helft van goud is, weet je, dus 5.000 miljard. Maar goed, weet je, ja, en dan en tegen die tijd, ja, dan is Bitcoin, wat is Bitcoin waard? Nou, meerdere miljoen ondertussen. Dan, weet je, dat, ja, dus dat zijn dingen, hoe meer het waard wordt, hoe groter de kans is dat echt grote bedrijven in gaan stappen. En ja, dat drijft de prijs weer verder op. Dus het is heel logisch dat mensen zeggen van, ja, ik verkoop niet meer. Ik hou het gewoon in Bitcoin aan forever, weet je? Ja. Dus er zijn inderdaad mensen die zeggen, nou ja, goed, als je in ieder geval tot een ton verkoop ik niet. En eigenlijk is een ton, ja, doet me ook nog niet zo heel veel. Nee, precies. Nou ja, kijk, het ligt een beetje aan hoe snel het naar een ton toe gaat. En kijk, 20.000 was echt een psychologische barrière, wat een tijd geduurd heeft. Dat zou bij een ton weer kunnen gebeuren. Ik persoonlijk denk, als ik kijk naar wat er de afgelopen weken gebeurd is in de markt, dat we ook bij 100.000 weer een horde gaan zien, waarbij de prijs dan, weet je, terug gaat vallen van 100 naar 80 bijvoorbeeld, weet je. En dan de tijd daar blijft hangen, naar 90 gaat 95 iets terug. En dan uiteindelijk dat je vlak voor de 100 zit, en dan breekt hij er hard doorheen, net als nu. En ja, dat is gewoon psychologisch. Het heeft niks met het absolute bedrag te maken, maar meer met het feit dat het, ja, voor mensen een psychologische grens is. En veel mensen zullen misschien gaan verkopen in 100.000, maar ja, dan verkopen ze. En dan 3 maanden later denken ze van, oh, had ik me niet verkocht, want nu is het 150.000 waard. En ja. Ja, dat is gewoon de psychologie van de markt. En ja, als je gewoon vasthoudt en je coins ergens neerzet, waardoor ze lastig snel te verkopen zijn, is het een goede zaak, denk ik. Ja. Ja, sommige, ik hoorde vandaag een podcast inderdaad, iemand zei dat Bitcoin in essentie tot 2030 zelfs groter kan worden dan goud. Of zelfs 5 tot 10 keer groter kan worden dan goud, omdat... Absoluut. Oh ja? Ga door, ja. Ja, dat geloof je ook, dat er dus die vlucht inderdaad zich echt massief gaat doorzetten de komende 10 jaar. Ja,
Ik denk dat... 10 jaar is een hele lange periode. Ja. En ik denk dat met name als je kijkt naar de jongere generatie, die koopt geen goud. Dus weet je, iedereen die nu zeg maar tussen 20 en 30 is, die is over 10 jaar tussen 30 en 40. Ja, die beleggen niet meer in goud. Die stoppen hun geld eerder in bitcoin. Dus dat is hetzelfde gebeurt met de generatie die zeg maar... Ja, komende jaren overlijdt. Dat geld dat van hun dat nu in goud zit, gaat verkocht worden waarschijnlijk. En andere dingen gestopt worden. Dus die rol van goud wordt steeds minder groot. Hmm. Ik denk ook dat als mensen goud en bitcoin gaan vergelijken, dan zie je gewoon dat... Nou, ik denk dat goud het best redelijk zal doen de komende jaren. Die zullen best redelijk omhoog gaan. Maar ja, als bitcoin 10 keer zo hard omhoog gaat of meer, ja, dan is dat makkelijk. Dan weet je dan, het altijd zijn stores of value. Volgens mij is het een no-brainer, weet je. Je gaat niet eens nadenken waar je in wil beleggen. Dat moet gewoon bitcoin zijn. Dus bitcoin neemt die rol van goud over. En als ze 1 keer groter zijn dan goud, ja, dan kan dat nog veel harder door gaan stijgen. Want dan zijn alle grote beleggers die nu in goud zitten, de instituties, zullen het gaan verkopen. En een groter deel in bitcoin gaan beleggen. Ja. Dus en dat in combinatie met de schaarste. Ik bedoel, over 10 jaar zijn er vrijwel geen nieuwe bitcoins meer die erbij komen. Weet je, we zijn weer 2 halvings verder. Ja, dan die schaarste gaat zo belangrijk worden dat het alleen de bestaande bitcoins zeg maar de vraag moeten kunnen afdekken. Ja, en dan verkoopt niemand meer zo mogelijk. Dus ja, dan krijg je dus prijzen die onvoorstelbaar zijn momenteel. Letterlijk miljoenen dollars per coin of meer dan dat. Maar goed, dat is 10 jaar van nu. Er kunnen nog zoveel dingen gebeuren. Ja. Daar wil ik niet te veel over nadenken. Dus, maar ja, je kunt het wel beargumenteren waarom het zou kunnen gebeuren. En, ja, maar of het zo is, dat wordt afwachten. Maar het is mogelijk. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dus eigenlijk kun je zeggen, Goldbox, die dus inderdaad niet de shift maken naar Bitcoin. Die raken ook wel steeds meer. Die komen steeds meer op een terrein wat aan het verliezen is. Of nou, niet. Nee, dat of niet? Nee, het zijn ten opzichte van Bitcoin verliezen ze. Maar ten opzichte van de markt zullen ze het goed doen. Ik verwacht wel dat gouden termijn ook naar $3000 gaat. Misschien wel $4000, $5000. Alleen, weet je, dan ja, nu is het goud op $1800, denk ik, $1850. Ja, dat betekent dat het gaat verdubbelen, verdriedubbelen wellicht. Maar ja, tegen die tijd is Bitcoin verdertigvoudigd. Weet je, dus ten opzichte van de markt doen ze het goed. Het is een goede store of value vergeleken met de dollar. Mm-hmm. Maar vergeleken met iets als Bitcoin, ja, doen ze natuurlijk heel erg slecht. Ja. Maar op zich, die criticasters die zeggen, ja goed, kijk, stel dat een Bitcoin op de duur 1 miljoen waard wordt, dan stelt de dollar toch ook gewoon bijna niks meer voor. Want dan heb je echt beelden van de jaren 30 met de Duitse mark voor je. Dan is die dollar al zo erg geïnflateerd. Ja, dat is een risico. Hè? Kijk, als Bitcoin echt een succes wordt, het gaat ten koste van iets anders natuurlijk. En ja, ik denk dat tegen die tijd dat we een nieuw geldstelsel zullen krijgen. En dat is ook een reden waardoor Bitcoin nog verder omhoog kan gaan. Weet je, het kan een nieuwe reserve asset worden voor central banks, dat centrale banken zeg maar geen goud meer aanhouden, maar Bitcoin eigen houden. Ja, als dat gebeurt, ja, dan, weet je, dan gaat Bitcoin natuurlijk naar miljoenen dollars toe. Maar dat geeft ook aan dat het fiat systeem het echt niet meer kan overleven. En dat, ja, dat kan uit elkaar vallen. En daar moet je ook niet aan denken wat er dan gaat gebeuren. Dus ja. Nee, want dat is eigenlijk een doemscenario. Want dan heb je misschien heel veel rijke bitcoiners in hun eigen citadel. Maar om hen heen is het gewoon chaos, bewijs van. Hè? Dat... Ja, nou zo erg zie ik het ook niet hoor. Ik bedoel, er zijn nog steeds mensen die bitcoin hebben. Maar ja, natuurlijk, er zullen een aantal hele rijke bitcoiners zijn. Weet je, die zijn af en de zonde van de maatschappij. Maar ik zie dat ook niet gebeuren. Dat zijn jongens die nu, ja, weet je, 25, 30 jaar oud zijn, die denken van dat is een mooie toekomst, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk, dat wil je helemaal niet. Ik zie dat niet gebeuren. Nee. En ik denk ook juist dat veel bitcoiners ook wel weer geld terug zullen geven aan de maatschappij, weet je, en aan goede doelen, et cetera. Dat is nu nog niet het geval, omdat bitcoin hard omhoog gaat. Maar ja, als je daar zoveel geld hebt, weet je, ja, dan niemand wil in zo'n wereld leven waar iedereen het slecht heeft en waar alleen jij het goed hebt. Dus ik zou het niet willen in ieder geval. Dat is, ja. Ja. Dus ik, daar maak ik me niet zo zorgen over eigenlijk. Ik denk dat het gaat gebeuren. Ja, wat ik misschien meer bedoelde is ook, kan Bitcoin voorlopig, dat gaat
Even uitgaande dat die prijzen dus blijven stijgen, maar en dat overheden geld bij blijven drukken, dat kan voorlopig nog een aantal decennia doorgaan. In de zin van... Nou, of, ik weet het niet. Ik denk dat... Weet je, het grappige is, het gaat heel lang goed, tot het ineens niet meer goed gaat. Ja. En dat kan heel snel veranderen. En dat kan letterlijk, zou dat binnen een jaar, binnen 2 jaar kunnen veranderen, dat het helemaal omslaat. Dat mensen gewoon vertrouwen verliezen. En ja, dat men gewoon niet meer schulden wil financieren van overheden. Ja. Ja. Dus ik geloof niet dat het nog decennia gaat duren. Ik denk ja, dat we de langste tijd gehad hebben van het fiat currency systeem. En dat zie je natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, er wordt gesproken over een big reset door het IMF. Ja, wat dat inhoudt, niemand weet het precies. We kunnen over speculeren. Maar ja, er gaat iets gebeuren. Men ziet gewoon niet dat het op lange termijn niet vol te houden is. Dus ja, dan kun je beter proactief zeggen van nou, we gaan iets anders doen. Dan afwachten tot iedereen het vertrouwen verliest in de euro en in de dollar. Ja. Maar goed, wat er gaat gebeuren, niemand weet het. Maar dit is niet iets wat nog tientallen jaar gaat doen. Veel eerder zo gaat het gebeuren. Oké. Nou, ik wil zo nog wel even over die centrale bankmunten hebben. Maar toch even terug nog naar Bitcoin. Die prijs die stijgt. Stel iemand heeft, ik noem maar wat, 1 bitcoin. Nou, dat is al behoorlijk. Hè? Dat is al een behoorlijk voor iemand privé. Kan dat al een behoorlijk vermogen zijn en al worden. Ja. Wat, het is uiteraard geen financieel advies. Maar stel dat inderdaad iemand dat geld niet nodig heeft. Dan kun je het gewoon beter laten staan. Of wat? Absoluut. Absoluut. Echt, als je het niet nodig hebt, verkoop het niet. Dus ja, de zogenaamde risk-reward ratio, die is zo goed voor Bitcoin ondertussen, dat het risico dat het naar nul gaat, is eigenlijk weg. Als je het lang kan bewaren, meerdere jaren, nou, dan is de kans dat het extreem veel meer waard is, heel erg groot, denk ik. Dus als je 1 Bitcoin hebt, dan kun je jezelf gelukkig prijzen, want dat is meer dan je pensioen. Dat is je pensioen, maar ook het pensioen voor je kinderen mogelijk. Oké. Okay. Want natuurlijk, ik kan me zo voorstellen dat inderdaad Bitcoiners willen het uiteindelijk ook weer misschien gaan omzetten in euro of in dollar. Doe je dat? Ja, goed. Ik kan natuurlijk niet in je huishoudboekje kijken, maar gebeurt dat nog wel eens? Dat je toch... nog wat omzet in Canadese dollars of andere valuta? Nee, in principe niet. Ik heb mijn bitcoin die staan vast. Ik koop er nog eens een keer wat bij. Vorige week nog een aantal bijgekocht. Maar nee, ik een ander, omgekeerd verkopen doe ik nooit. Dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Dus ik heb in 2013 de fout gemaakt om echt honderden bitcoins uit te geven aan koffie en taxis en andere dingen. En toch wel mijn les geleerd dat je dat niet meer moet doen. Ja. En dus weet je, ik heb gewoon mijn bedrijven waar ik aandelen in verkoop. Ik geef mezelf geen salaris. Dat wordt te veel belast in Canada. Dus ik verkoop gewoon aandelen in mijn bedrijf als ik geld nodig heb. Maar ik verkoop geen bitcoin. Nee, ja. Absoluut niet. Ik hoop dat nooit te hoeven doen. Dus als ik andere dingen kan verkopen om aan mijn geld te komen, doe ik dat. Of ik begin liever een nieuw bedrijf dan bitcoin te verkopen. Oké. Okay. Nou ja, daar wilde ik het inderdaad nog even over hebben, over MicroStrategy. Want eigenlijk kun je zeggen, die maakt helemaal gebruik van het bestaande systeem. Die zegt ook van, ik ga 650 miljoen in de markt ophalen via converteerbare obligaties. En ja, en hij stopt dat verlopen dan ook met de belofte om dat dan volledig in bitcoin te steken. Dus hij maakt gebruik van het fiat stelsel en om zijn positie in bitcoin te vergroten. Dus eigenlijk, ja. Wat vind je daarvan? Hij snapt het. Ja. Weet je, Michael Saylor snapt het. Hij is echt iemand die echt gewoon bitcoin begrijpt. En hij is een van de weinigen die het echt begrijpt, denk ik. Die ook gewoon echt inziet van... Het is zo'n ontzettende opportunity, zo'n ontzettende kans om nu een bedrag in bitcoin te zetten. Dat gaat zoveel winst opleveren. En ja, puur omdat het financiële systeem op zijn einde loopt mogelijk. En bitcoin schaars is en er steeds meer vraag naar bitcoin komt vanuit professionele partijen. Hij snapt het. Hij ziet het. En ja, dus
hij maakt gebruik van het financiële systeem. Hij maakt gebruik van het feit dat andere mensen het niet snappen. Dat die bereid zijn hem geld te lenen voor, dat is geloof ik 0,75%. Denk ik. Ja, dat is ja. Echt helemaal niks, weet je. Nee. Het is gewoon een joke. Maar ja, ik vind het fantastisch voor hem dat het lukt. Ik heb eerlijk gezegd ook gekeken, de afgelopen weken. Ik heb gekeken of ik zelf een klein fonds op kon zetten om heel snel veel geld te halen om een bitcoin te stoppen. Maar ja, het lukt wel niet met de wetgeving en de wetgevers hier in Canada. Hmm. Het is gewoon een no-brainer. Weet je, als je nu een fonds op kan halen en je daar zelf een klein percentage op pakt elk jaar, nou, dat is gewoon echt, geld drukken voor jezelf. Ja, want waarom zou het niet kunnen, een bitcoin fonds in Canada? Of moet je dan dat bepaald... kan wel. Maar het kost om dit nieuwe licentie. Fonds op te zetten, ben ik 9 maanden verder. Ja, oké. Okay. Qua licentie. Weet je, ik wil het nu hebben. Ja, over 9 maanden kan het ook een hele goede kans steeds zijn. Maar ik heb juist iets van, weet je, dus nu, het was de afgelopen weken toen Bitcoin onder de 20 ging. Ik dacht, we hebben tot 1 januari om het voor elkaar te krijgen. Ik dacht niet dat Bitcoin voor 1 januari door de 20 heen zou gaan. Maar de Securities Commissioner, ik had wel een e-mail van hem gisteren nog. Dan lees je dat en denk ik van ja, die jongens, ze zijn zo constructief. Die willen ook geen innovatie zien. Die willen niet dat mensen geld verdienen. Dus ik heb het plan maar weer in de ijskast gezet. Maar dat is toch gek, hè? Dat zeg maar dat ene beursgenoteerde fonds, dat mag wel. En eigenlijk dit fonds weer niet. Ja, voor een buitenstaande de financiële... Het mag wel, maar het probleem is, er zijn zoveel dingen die je moet invullen. Ja. Documenten die je moet aanleveren. Accountantsverklaringen voor bepaalde dingen. Weet je, je bent letterlijk 9 maanden verder. Ja. En dat is het probleem. Het mag wel, maar het mag niet, het kan niet snel. En ik had gewoon gedacht van, nou weet je, we hebben dit spelletje eerder gespeeld. We hebben een paar fondsen. Dus ze kennen ons goed, ze weten wie we zijn. Weet je, ik heb een redelijk goede reputatie hier. Maar nee hoor, het was echt alsof we gewoon weer van nul moesten beginnen. Ja, dat je dan denk ik, laat maar. Dan heb ik te veel negatieve energie, heb ik geen zin in. Dus. Ja. Was het eigenlijk als miner makkelijk om bijvoorbeeld een bankrekening wel te hebben in Canada? Want daar komen natuurlijk die... Want je moest dan bijvoorbeeld die bitcoin omzetten in dollars? Of? In eerste instantie was het heel makkelijk. Bij de Royal Bank of Canada had ineens een bankrekening in het begin. En die hebben toen ineens in 2008... Oh ja, heb je verteld. Dus, hebben ze ons binnen 30 dagen hebben ze de bankrekening gesloten. Hadden we echt een probleem. Toen hebben we echt een probleem. Toen hebben we gelukkig bij BMO, de Bank of Montreal, hadden we een bankrekening kunnen openen. En daar zitten we nog steeds. En die zijn heel happy nu, want er komt steeds meer geld binnen daar. Dus, ja. Zo is Bitcoin ook wel een redding voor banken eigenlijk. Kun je zeggen. Een tijdelijke redding, ja. Een tijdelijke redding. Op lange termijn ben ik toch bang dat ze niet kunnen overleven. Weet je, dat is het andere punt. Wat je had net erover, weet je, wil je Bitcoin verkopen? Ik vergat één ding eigenlijk om te zeggen. Wat je natuurlijk gaat krijgen is dat banken binnenkort leningen gaan aanbieden op basis van je Bitcoin. Weet je, als jij, zeg maar, je hebt een Bitcoin. De Bitcoin is $100.000 waard. Ja, dan zijn ze bereid om jou een lening te geven als een soort van onderpand, net als bij een huis, weet je, een hypotheek. Waarbij je dan gewoon een hypotheek krijgt op je bitcoin. En dan kun je niet tot 100% lenen, maar misschien tot 50% lenen of tot 40%. Dan kun je dus geld uitgeven op basis van je bitcoins. En weet je, dan hoef je dus nooit te verkopen. Dat kan ook heel interessant zijn. En daar kunnen banken dus wel langer mee overleven. Maar ja, ze hebben het nog niet. Het komt denk ik wel binnenkort. Ja, nou ja, goed. Spannende tijden wat dat betreft. Even kijken. Laten we inderdaad... zie je nog bepaalde risico's voor Bitcoin op de korte termijn? Hè? We zien natuurlijk wel dat bepaalde landen qua regulering natuurlijk... laten we beginnen met China bijvoorbeeld. Hè? We zien natuurlijk dat Chinese miners hebben... Toch, die voelen de hete adem van de autoriteiten in China. Vorige keer hebben we het over gehad dat ze ook een deel van hun capaciteit willen verplaatsen. Onder andere naar Canada of Texas bijvoorbeeld. Is dat, heb je daar misschien nog een update over? Ja, dat proces loopt nog steeds. Dat zijn interessante onderhandelingen waar we binnen zitten met hun. Dus... Ze willen weg. Dat versterkt zichzelf alleen maar momenteel. Het wordt steeds lastiger voor hun om hun bitcoin te verkopen voor renminbi. Het mag officieel nog wel steeds. Alleen het probleem zit in dat heel veel grote transacties geflagged worden door de overheid in China. Dus dan moet je uitleggen waar komt het geld vandaan. En wordt het geld vastgezet.
En daar zit gewoon een risico in voor de miners. En dus ze willen nog steeds een deel verplaatsen. En ze kijken naar een aantal andere landen. En Canada is een van de toplopers daar waar ze heen willen gaan. Okay. Dus maar ja, meer kan ik er niet echt over zeggen. Ze zitten in onderhandeling met hen. Dus. Ja, want je gaf destijds aan dat gaat dan inderdaad over misschien 5-10% van de capaciteit, toch? Of hebben we het echt over meer? Ja, nou, op dit moment gaat het over inderdaad een single digit percentage, dus onder de 10%. Maar ja, weet je, als dat goed gaat, we kijken nu naar honderden megawatts in totaal van mining capacity. Dus van elektriciteit. Dus ja, dat gaat wel, dat kan uiteindelijk wel een grotere percentage gaan. Op dit moment nog niet. Maar dat, ja, weet je, dat ligt een beetje aan hoe zich dat ontwikkelt. En ook in hoeverre de Canadese overheid, denk ik, zich happy voelt met Chinese investeerders, grote Chinese investeerders. Weet je, het zijn toch investeringen in gebieden waar eigenlijk nooit de buitenlander komt. En als dan plotseling daar als er 100 miljoen geïnvesteerd gaan worden, ja, dat is toch wel dat is even wennen. Weet je, dus ja. Kijk hoe het gaat. Ja. Dan hebben we inderdaad nog de Chinese CBC, DC moet ik zeggen, hè? De centrale digitale bankmunt. Daar destijds, of nog steeds, was je daar ook wel heel positief over. Hoe zie je dat nu? Want ze zijn volgens mij nog flink aan het testen. En volgens mij moet dat over een aantal maanden ook weer live komen. Ja, ze zijn nog steeds nieuwe steden aan het toevoegen. En de bevolking is heel positief erover. Ze vinden de app nog niet goed genoeg. Die is gewoon minder goed dan die van WeChat Pay en van Alipay. Mm-hmm. Maar ja, dit wordt gewoon uitgerold. Dat stopt niet meer. En ik denk zelf dat het echt helemaal rond zal zijn eind volgend jaar. Mm-hmm. Vlak voor de Olympische Spelen in de winterspelen in Beijing plaats gaan vinden. Dus ik denk dat echt iedereen gewoon met die app gaat betalen. Ga je daar ook heen naar de winterspelen? Of? Oh ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat is wel echt een app. Ik heb een huis in Beijing, dus dat is makkelijk. Ja, want ik bedoel, de voordelen bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk nu heel veel Chinese beleggers die maken gebruik van Tether, van Tether USDT. Ja. Ja, ik kan me zo voorstellen dat misschien ook wel een risico gaat worden voor Tether, zo'n nieuwe digitale munt vanuit de overheid. Ja, zeker als je een digitale munt kan gebruiken om ook in Bitcoin te kopen en verkopen. Weet je, als je van een CBDC direct naar Bitcoin kan, dan heb je geen Tether meer nodig natuurlijk. Nee. Maar ik denk eerlijk gezegd dat in ieder geval de eerste wallets die uitkomen hiervoor, die door de overheid uitgegeven worden, dat ze niet die mogelijkheid hebben om het naar andere digital currency om te zetten. Maar wat ik wel verwacht is dat je dus van een Chinese yuan naar een dollar kan gaan en dat er dan voor de dollar bijvoorbeeld wel een mogelijkheid is om naar Bitcoin te gaan. Of dat er een ander land is, een klein land, weet je, die ook een eigen digital currency hebben. Die zeggen, nou weet je wat, wij staan onze bevolking toe om bijvoorbeeld wel Bitcoin te kopen. En dan kun je dus zeggen, nou weet je, ik heb Chinese renminbi, CBDC, die zet ik om naar, Cambodjaanse, weet ik wat ze daar hebben. Mm-hmm. En dan, ja, van de Cambodjaanse, weet ik wat, ga je naar Bitcoin. Dus uiteindelijk zal er een mogelijkheid komen. Maar ja, ik verwacht niet dat snel zal zijn. Dus Tether heeft nog wel nog even de tijd, denk ik, om zich in te dekken tegen risico's. Ja, want op dit moment kunnen Chinezen niet bijvoorbeeld via WeChat Bitcoin kopen. Hè? Dat is gewoon uit den boze. Nee. Gewoon. Nee. Klopt, ja, je moet echt via een OTC moet je dingen kopen. Dat is een andere OTC trouwens dan buiten China. Een OTC in China betekent dat je contact zoekt met een verkoper. Dus jij wil Bitcoin kopen, dan zoek je contact met een verkoper. Via een OTC website. Mm-hmm. En ja, dan daar maak je contact en dan maak je geld over naar een soort van escrow account bij die trading desk. En mm-hmm. De andere partij maakt zijn bitcoins over. En als ze altijd weer binnen zijn, dan wordt het doorgestuurd naar jou. En jij krijgt de bitcoins, de andere partij krijgt het geld. Dus het is anders dan in de westerse wereld. Ja, dat is bijna een soort peer-to-peer-achtige beurs. Ja, het is peer-to-peer met een middenman die er tussenin zit. Die zorgt dat alles goed loopt. Ja. Voorzie je nog dat bijvoorbeeld
ja, zie je dat dat regime nog veranderen? Dat bijvoorbeeld ook offshore beurzen toch op het vasteland mogen opereren? Want ja, bijvoorbeeld ja, Binance of OKX en dat soort. Ja, die hebben toch wel een behoorlijke Chinese signatuur, kun je zeggen. Of in ieder geval. Nou, ik zie het nog niet hoor. Ik heb hier geen indicatie dat het gaat veranderen de komende tijd. Nee. Maar ja, goed, weet je, de Chinese overheid is redelijk onvoorspelbaar op dat gebied. Ik zie ze niet negatiever worden, maar ook niet positiever worden. Dus ik zie weinig veranderingen. Ja, ja. Wat is een beetje het sentiment nu in China eigenlijk op dit moment? Qua leven, qua economie, qua... Nou ja, het algemene leven natuurlijk is heel... Ja, weet je, de economie is helemaal open natuurlijk. Dus ja. Dat is, weet je, iedereen die leeft zijn leven zoals ze het altijd geleefd hebben. En ze hebben ook eigenlijk geen idee dat... Veel mensen hebben geen idee dat de rest van de wereld nog in een lockdown zit. Hè? Ja. Dat weten ze gewoon vaak niet. Als je het vertelt, dan, ja, ze horen het wel, maar ze realiseren het niet. Die denken, weet je, ze dachten, ja, dat hebben ze een paar maanden geleden gehoord. Ze denken, nou, dat is nu wel voorbij. Als je dan zegt, van, nee, dat is nog steeds zo. Dan is van, hè? Dus ja, dat, het leven daar is natuurlijk compleet anders. Ja. Ja, maar qua bitcoin is er, ja, weet je, er wordt niet veel over gepraat. Ook omdat het is moeilijk om te kopen. En weet je, als je niet heel, heel simpel bitcoin kan kopen, ja, dan... Ja, dan vergeten ze het maar eigenlijk, klaar maar, ja. Geen interesse. Ja, want wordt Bitcoin ook niet steeds meer een soort westers speeltje? In de zin van, ik had toch altijd het idee dat 2017 was altijd een beetje die retail vanuit Azië. En natuurlijk zijn er ook professionele partijen, hè, Hongkong, Singapore. Maar ik heb nu het idee dat het aan het kantelen is, meer richting nou, de US. Nou, voor retail niet hoor. Er is nog steeds heel veel retail vanuit Zuid-Korea, Japan. Dat is nog steeds absoluut. Dat zie je nog steeds wel. Alleen je leest er niet zoveel over in de media. En dat komt ook voor een deel, denk ik, omdat wij met name Engelse social media lezen, Nederlandse social media. Ja. Dus een heel groot deel zie je gewoon niet. Dus ik denk dat een rol speelt. Het andere is dat grote fondsen die nu instappen zijn met name westerse fondsen. Maar ook dat kan, dus wat ik al eerder zei, het kan best komen dat Aziatische fondsen het niet melden. Dat ze gewoon ook in Bitcoin stappen, maar gewoon dat niet naar buiten brengen. Ja. Ja, denk je ook al dat er bepaalde, ja, het is een beetje speculeren natuurlijk, maar dat, ik bedoel, bijvoorbeeld goud, de Chinese overheid heeft natuurlijk haar goudvoorraad wel behoorlijk uitgebreid de afgelopen jaren. En... Nou ja, ik kan me toch nog zo'n scenario voorstellen wat je in Venezuela en Iran ziet, dat op de duur een staat toch bijvoorbeeld bepaalt, ik noem maar wat, 10% van de gemijnde bitcoin wil hebben of zo. Oh ja, best mogelijk. Ja, maar het feit dat bitcoin mining gewoon nog steeds toegestaan is in China, weet je, dat het niet expliciet verboden wordt, betekent natuurlijk dat er zit iets achter, weet je. Dat is heel makkelijk zeggen, nou weet je, er wordt niet meer gemined hier. Ze zien echt wel in dat het toch wel een toegevoegde waarde heeft. En ja, of ze op termijn zullen zeggen van je moet de bitcoins aan ons verkopen, denk ik niet per se, maar het zou best kunnen dat ze gewoon een deel opkopen zonder dat we het weten. Ik zou me niet verbazen als het op termijn gebeurt, of misschien zelfs nu al deels. Ja, het is ook niet echt een hele arbeidsintensieve industrie natuurlijk. In de zin van... Nee, dat kan niet. Nee. Als je bijvoorbeeld een smartphonefabriek hebt, dat is toch anders dan mining. Ja, bitcoin mining is heel makkelijk. Het is echt, je moet de juiste apparatuur hebben, je sluit het aan. Gooit er een software overheen die alles een beetje die alles balanceert en die kijkt of alles goed loopt. En dan zet je twee mensen neer die ze nu dan de chips uitwisselen die kapot gaan. Nou, dat is echt niet moeilijk hoor. Nee. Ja. Nog een paar vragen. In hoeverre is zeg maar die mining-industrie veranderd als we dan kijken de afgelopen jaren? Je ziet bijvoorbeeld een Binance die een mining pool heeft. Hè? We zien steeds meer. Pooling is natuurlijk ook een relatief nieuwe partij. En we zien natuurlijk steeds meer verschillende plekken waar gemined wordt. Ja, nou als je, ja, de verschillen met een paar jaar geleden. Kijk, het grote verschil is natuurlijk dat je als individu niet meer kan minen zelf. Dus als je wil investeren in mining, moet je naar een pool gaan en gewoon geld investeren. En die stoppen dat weer in mining equipment. Ja. Dat is denk ik een groot verschil. Je ziet het over de hele wereld, zie je mining bedrijven ontstaan. Alleen, ja, veel van die bedrijven kunnen niet echt winstgevend zijn volgens mij, omdat de powerkosten gewoon te hoog zijn. Weet je, de kosten van elektriciteit zijn gewoon te hoog.
Dus ja, je zult zien dat de concentraties zullen in landen blijven waar je goedkoop energie krijgt. Ja. Dat is met name renewable energy, groene energie. Ja, wat is er veranderd? De hash rate is natuurlijk 10 keer omhoog gegaan sinds in de afgelopen 3 jaar, weet je het? Ja. Toen we het eind begonnen was het onder de 20. En nu zit het vlak onder de 200 terahash. Dus ja, dat zijn wel grote verschillen. Ja. Dus het is veel lastiger om te minen. Weet je, alle chips van 3 jaar geleden, ja, daar heb je niks meer aan. Weet je, je moet echt elke 2 jaar uiterlijk moet je chips vervangen. Anders verdien je gewoon niks meer. Ja. Nou ja, dat was het nieuws natuurlijk. Hè. De Bitfury ook de aandelen verkoopt, of in ieder geval aanbiedt op de markt, volgens mij, van Hut 8. Ja, ik heb het gelezen. Ik was het nieuws voor mij, wist ik ook niet. Okay. Ik sprak toevallig gisteren George Kikvatse, een van de boardmembers van Bitfury. Hij kon me niet precies vertellen wat erachter zat, maar ik heb niet het gevoel dat hij aan dingen aangeboden wordt op de markt. Ik denk dat als ze verkocht gaan worden, dat het gewoon ook weer OTC gebeurt met andere partijen. Okay. Dat moet ook wel, want anders was de hele beurskoers ingestort namelijk. Want je kunt geen 38% hebben van het bedrijf. Je kunt dat niet verkopen op de beurs. Dan gaat de koers die gaat naar nul. Terwijl het aandeel juist extreem gestegen is de afgelopen dagen. Dus, Oké. Okay. Ja. Want wat op zich is dan een logisch gevolg, toch? Omdat jullie ook qua equipment naar een andere leverancier zijn gegaan. Dus het is... Ja, dat klopt. Kijk, dat speelt natuurlijk een grote rol. Hè. Kijk, wij moesten in eerste instantie alleen Bitfury equipment gebruiken. En ja, ze hadden gewoon niet de juiste chips meer. En ook in een R&D-pipeline zagen we niet echt de juiste chips komen. Dus ja, we hebben besloten om begin dit jaar om die clausule te veranderen. Dus ook, nu hebben we ook andere chips. En ja, ik snap voor hun dat het minder interessant is. Maar ja, voor hun is het goed, denk ik. Je hebt meer keuze. Je kunt betere chips kopen of goedkopere chips. Het kan best zijn dat ze binnenkort met een nieuwe chip uitkomen en dat we weer naar hun overstappen. Alleen, we hebben in ieder geval de keuze en dat is heel belangrijk. Ja. Want zou je persoonlijk dat kunstje nog een keer willen herhalen wat je met Hut 8 hebt gedaan? Of ben je daar nu wel echt gewoon klaar mee? In de zin van... Nee, ik ben er niet klaar mee. Maar ik zou het wel anders doen dan vorige keer. Ik heb er wel van geleerd. Ik zou nooit meer met één partij samenwerken met exclusiviteit. Ja. Dus het kan best dat ik het nog een keer doe. Maar ja, weet je, ik heb zoveel verschillende bedrijven. Dat kost allemaal weer tijd. En tijd is mijn grootste schaarste factor, zeg maar. Maar het kan best. Ja. Ja, je bent nu ook helemaal bullish op psychedelics. Dat zag ik op Twitter. Dus ja, dat is weer een nieuwe... Ja, klein fondsje begonnen begin van het jaar. Maar dat doet het ook wel extreem goed, weet je. We zijn nu 8 maanden bezig. We hebben... Ja, meer dan 120% hebben we gemaakt over de afgelopen 8 maanden. Dus ja, het is niet zo goed als Bitcoin. Dat is harder omhoog gegaan. Maar het is een leuke en leuke nieuwe sector, vind ik zelf. Een sector met heel veel kansen ook. Oké. Nou, het is altijd een genoegen om met je bij te praten, Mark. Mij ook. Dus leuk ja. Te doen altijd. Ja. Nou, fijn. Ik zou zeggen, ja goed, laten we over een aantal maanden misschien nog een keertje afspreken en kijken hoe het er dan voor staat. Ja, we mogen natuurlijk niet klagen met de huidige prijsactie. Dus, nee, absoluut niet. Het gaat, nu gebeurt er wat er moet gebeuren, dus ja. Goede tijden, ja. Ja, zeker. Dus, we hebben toch wel een goed 2020 dit jaar. Ja, nee, gelukkig. Dus toch een beetje vuurwerk. Ja. Oké, nou, ik zou zeggen nog een keer bedankt en een fijne dag. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.